Omhoog. We gaan kijken naar Chengpeng en Hao Zhang. 17 en 30 jaar. Maar we zijn het al. Het valt eigenlijk helemaal niet zo op als ze schaatsen. Ze hebben een goed seizoen gedraaid. Wonnen de Grand Prix die hier in hetzelfde Shanghai werd gereden. In het voorseizoen. En met een derde plaats erbij in Skate Canada hadden ze een plekje verworven in de Grand Prix finale waar ze vierde werden. Voor Continents, daar werden ze tweede. Openen met een drievoudige toloop. Eenvoudige twistlift. Geworpen drievoudige Rietberger. Allemaal goed. Chengpeng en Hao Zhang. Interessante kuur. Met een anders dan andere opbouw. De moeilijkste elementen waren ongeveer in het midden van de kuur verpakt. En niet allemaal aan het begin. Toch een iets lager score op de techniek. Dan ja, Tarasova en Ronsov denk ik nog. Of de Sui en Han 38-89. Die gaan aan de leiding. En in de components zal het elkaar niet zoveel ontlopen. Maar zeker Kabaguti Smirnov sterker. Maar ze zullen absoluut meedoen voor een topplaats. Ze zullen zo rond de 70 punten scoren, verwacht ik. Deze Chinezen die vast wel met een viervoudige Saltsov komen aanzetten in de vrije kuur. Ja. Misschien ook wel met een viervoudige twistlift. Ja. Zij is pas 17, hè? Ik zit nu al een beetje na te denken over met wie zij dan moet gaan schaatsen. Ik hoop van harte dat ze dan straks nog een jongere partner over een paar jaar voor haar hebben. Want ze is zo mooi. Ze is ook vrij lang, 1,9 meter. Nou ja, vrij lang voor een paarrijdster, 1,59. Maar ze oogt gewoon mooi lang, lange mooie lijnen. Bij de twistlift, nou er is ruimte om nog een extra draai te doen. Dat zullen ze dus in de vrije kuur doen. Hier de geworpen drievoudige Rietberger. Alle elementen schoon aan de haak, maar misschien niet zo virtuoos. Sommige als bijvoorbeeld van Sui en Han of Tarasova Morozov.
Maar ja, we krijgen straks 5 à 6 paren die het met elkaar uit gaan vechten voor de medailles. Ik verwacht niet veel grote verschillen met die korte kuur vandaag. Nee, hun PR staat op 71,60. Maar dat reden ze vorig seizoen. Dit seizoen hadden ze net geen 70 punten zo daartegenaan. 69 hoog. En de beste score tot nu toe is die van hun landgenoten Sui en Han. 71,63. Ja, weer 69 hoog. Vergelijkbaar met Four Continents. Derde plaats tot nu toe.